Yo mensen, ik ben Max en welkom bij een nieuwe video of Lube Games. Vandaag wil ik even met jullie praten over twee gloednieuwe kanalen. Zoals je kan zien, gaan we even naar kanalen. En denk je echt van, what the fuck, hier staan twee hele leuke kanalen, The Dust Warrior en Asus Luke Legend. Dat zijn onze nieuwe kanalen, zoals je kan zien. Dit ben ik en Luke en ik die zijn al bezig met video's maken. Ik ben nu Kingdom aan het uploaden. Daar komt ook heel erg veel van. Blizz komt ook en ik krijg ook nog een eigen banner. Even naar Exit Luke Legend. Luke heeft ook al een paar video's online staan. Ik dacht één, ja, ik hoor niet één. Maar hij heeft al bijna nu een video aan het uploaden. Dus wanneer jullie het kijken heeft, dacht ik al een video geüpload. We vinden het echt super chill dat we dit doen. Denk ik misschien, gaat Luba Games stoppen? Nee, Luba Games gaat gewoon door. Maar de kans is groot dat er wat minder video's online komen. Maar ik denk dat er nog wel hun games en zo online gaan komen op Luba Games. Daar moet je dus niet meer druk over maken. De Kingdom, die stopt, die wordt vervangen door Kingdom of the Dust Warrior. Dus als je Kingdom wil, ga dan naar de Dust Warrior. Hun games blijven gewoon doorgaan. FIFA, dat gaat ook door, maar we hebben wat langer de tijd nodig om video's te maken van FIFA. Want het duurt ook langer om te renderen. Forge of Empires, dat gaat ook stoppen, want Forge of Empires, dat ging gewoon niet meer. Hij nam op wanneer ik eigenlijk gewoon niet bezig was. Dus ja, dat was best wel slecht. Cut Rope, dat is dacht ik ook bijna klaar. Daar is Luke nog mee bezig om video's te maken. Skywars, dat gaat sowieso door. En Kid Upgrades, dat ligt nu ook een beetje stil. Want Luke en ik hebben nu nog niet genoeg points voor Blitz voor een Kid Upgrade. Dan denk je echt van, what the fuck. We zijn op veel kanalen geabonneerd. Ik vooral als PvP, dat is ook een nieuw kanaal. Die ook onze banner gaan maken. Dus dat is echt al heel erg chill. Hopelijk jullie op dit kanaal gaan. Ik zou jullie ook een kijkje nemen op dit kanaal. Ik vooral als PvP heeft nu al 25 abonnees. En gaat het goed met zijn eigen video's maken. Zoals ik al zei, worden ze best wel goed bekeken. Dan gaan we eventjes naar Het Is Daan. Dat is ook een vriend van ons. En X-Flaws PvP is ook een vriend van ons. Het Is Daan, dat is ook een vriend van ons. En ja, die uploadt ook Blitz en andere video's. Zoals je kunt zien, dat ik ook wel redelijk goed bekeken. Even nu dat ik 12 abonnees. Hopelijk wil je ook op hem abonneren. Dat zou super chill zijn. En dan denk je misschien van, what the fuck, hoe kom ik opeens op zoveel abonnees? Als jullie dat willen zouden doen, op hem abonneren, zou dat super chill zijn. Dan gaan we even naar NoobGamersNL, want daar zijn we ook weer bezig aan het uploaden. Zoals je kan zien, ook NoobGamersNL server. Daar zijn we ook mee bezig om een eigen server te bouwen. Maar daar zijn we nog druk mee bezig. Daarom zijn er ook wat minder uploads. Zoals je kan zien, al heel veel video's op dit kanaal. Ze worden wel wat minder bekeken. Maar al wel weer. NoobGamersNL heeft al wel 20 abonnees. Dat is ook al heel erg chill. Dat vind ik echt al super chill. Met onze oude kanalen, Bas Philippe en Luke Stone, die gaan allebei stoppen. Ik heb er ook al een video over gemaakt. Dat ik gezegd dat ik ga stoppen. Dat heeft Luke nog niet gedaan. Maar daar gaan we dus niet meer op verder. Hopelijk willen jullie op deze vier kanalen abonneren op X-Flaws PvP, XX, Luke Legend XX en Het Is Daan en The Dust Warrior. Ik zet ze alle vier in de beschrijving, dan kunnen jullie op ze abonneren. NoobGamersNL natuurlijk ook. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat je like achter en abonneer jullie op deze vijf kanalen, bedoel ik. En laat je like achter, abonneren op Luba Games. Dan zie ik jullie in de volgende update video. Tot de volgende keer. Ciao.